Leuk dat u kijkt naar Eemond Business, het programma met ondernemers van OV Eemond, waarin u antwoorden krijgt op vragen als wie is het gezicht en wat is het verhaal van het bedrijf en wat zijn de kansen en uitdagingen in onze prachtige regio. Vandaag zijn bij mij te gast Nanne Sluis en Menno Godthelp van Windroos Advocaten. Een advocatenkantoor met jarenlange ervaring in arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dan ben ik even benieuwd, Windroos Advocaten. Waar komt de naam Windroos vandaan, Menno? Ja, daar kan ik inderdaad wel iets op zeggen. Toen ik bij mijn vorige advocatenkantoor wegging, toen ja, heb je een naam nodig. En ik denk van, ja, ik wilde niet een naam van mijn eigen achternaam gebruiken, want ik zoiets had van, ja, weet je, dat vind ik niet meer van deze tijd. Dus ik loop hard en ik loop graag hard. Dus op een gegeven moment was ik dat aan het doen en dacht in één keer van, ik heb het gevonden. Kompasadvocaten. Nou, kom thuis en denk vervolgens van, ja, even googlen, hoeveel kompasadvocaten zijn er wel niet? Nou, meer dan genoeg met de associatie advocatuur daarvan aan. Dat gaan we niet doen. Maar verder nadenk ik, had wel een gedachte van, ja, we zijn bezig met richting in regelgeving en je wil mensen helpen. Ik denk van, oké, nou, dat kompas bestaat eigenlijk uit verschillende dingen. Onder andere een windroos, die geeft aan noord, oost, zuid, west. En toen dacht ik van, dat is het. Dat is precies wat we doen. We geven de richting in het woud aan regelgeving, dus windroosadvocaten. Mooie naam. Mooie naam. En hoe is de samenwerking tussen jullie tot stand gekomen? Nanne. Nou, dat is 10 jaar geleden gebeurd. We waren allebei toe aan een nieuwe stap. En ik kende Menno van heel lang daarvoor, omdat we ooit een zaak tegen elkaar hebben gehad. Waarvan ik denk dat ik hem gewonnen heb en Menno denkt dat hij hem gewonnen heeft. En daar had ik een goede herinnering aan overgehouden. Vond het een prettige advocaat. Ook al trad hij voor de tegenpartij op, maar dat ging prima. Ja. En toen heb ik hem op een vrijdagmiddag eens gebeld. En toen zijn we 3 keer bij elkaar gekomen met een ergens wezen lunchen. Toen hebben we nog een time-out genomen, of ik van 1 of 2 weken. En toen wisten we allebei van, dit gaan we gewoon doen. Dit gaan we en zo is het gekomen in 2013. Ja. Ja. En waar zijn jullie gevestigd? We zitten nu in IJmuiden. Ja. En op wat ik vind een heel mooi plekje van IJmuiden. We zitten echt letterlijk op de kop van de haven bij de Felizon Terminal. En kijken dus uit over de zee. En, of althans over de haven en de sluizen en uiteindelijk naar de zee. Ja. En dat is een hele inspirerende omgeving. En als ik zo vrij mag zijn, dit is ook wel wat ons inspireerde om uiteindelijk hier terecht te komen in de Eemond. Omdat je dan, er gebeurt zoveel in de regio het bruist enorm. En ja, ik vind het altijd toch wel een beetje een beetje een raar woord, maar je krijgt er toch wel energie van om in deze regio te zitten. Ja. En ja, weet je, je hebt wel plezier in je werk. En wat nou is het mooier dan als de plek ook nog eens aansprekend is. Ja. En wat heb jij, jij hebt er ook volgens mij nog wel iets meer bij IJmuiden? Ik heb vanuit mijn jeugd al wat meegehad. Mijn vader die had belangen in de visserijsector. Dus als jongetje van 12 zwierf ik al over de Trollenkade om bootjes te kijken. En ik ben in mijn studententijd ook zo'n troller ook mee geweest als opstapper. Dus ik heb er altijd wel affiniteit met de haven gehad, de visserij en het havengebeuren. Ja, naast het feit dat we natuurlijk ook klanten in deze regio hebben. Dus dat was ook een reden, natuurlijk een belangrijke reden om hier te gaan zitten. Ja. Ja. Wat wel grappig was, toen we over nadachten van, goh, waar zullen we nou gaan zitten? Toen, je kan heel veel plaats hebben, want mensen zullen niet één van die zeggen van, joh, IJmuiden, nou, daar ga je zitten. En omdat ik een historie heb vanuit de advocatuur in de Eemond en Nanne dus op een andere manier, zijn we zo tot elkaar gekomen en denken van, nou weet je, we gaan het gewoon lekker doen. Dat is gewoon een goede plek. Dat is ook een stukje ondernemen. Ja, hè? Dus, ja zeker. Ja. Zeker ja. En wat voor omdat je zegt van, hè, er gebeurt veel in de Eemond. Kun je daar voorbeelden van geven waarvan je zegt van, nou, dat is echt typisch Eemonds? Om Fernanne misschien vragen. Nou ja, wij zijn natuurlijk lid van de OV Eemond. En wat ons opvalt is dat dat A, een hele grote club is. En B, dat er leuke activiteiten worden georganiseerd voor het netwerken. Bedrijfsbezoeken, lezingen, borrels. En het is heel makkelijk contact leggen met de mensen hier. Dat is sowieso wel in Noord-Holland, maar specifiek in de Eemond. Beetje niet lullen, maar poetsen. Ja, op een leuke, informele manier. Ja, zeker. Ja, het is makkelijker misschien dan aan. En er is natuurlijk enorme bedrijvigheid hier. Mensen denken allemaal van, het is een of andere uithoek. Maar het is echt zo onterecht. Ja. Want er zijn zo ontzettend veel ondernemers, zoveel leuke initiatieven, zoveel initiatieven die, waarvan je echt denkt van, nou, hier in deze regio. En nou, dat is leuk als je als advocaat
soms onderdeel van uit kan maken. Nou, dan, als, ja. In positieve, maar ook soms in wat ja. negatieve zin, als het echt gedoe is om op te lossen. Ja, want dat gezegd hebben we van, jullie hebben, neem ik aan, een taakverdeling, anders dan, want ja, wat is jouw rol binnen het geheel? Nou, ik heb mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Mm-hmm. En ik sta voornamelijk werkgevers bij. Okay. In arbeidsgeschillen, maar ook heel veel advieswerk, medezeggenschap, alles wat met arbeidsrecht te maken heeft. Daarbij procederen we, maar hebben we ook heel veel advieswerk waar helemaal geen procedures aan te pas komen. En Menno legt zich toe op het ondernemingsrecht en dat is meer algemene aspecten zoals contractrecht, waar een ondernemer mee in aanraking komt. Ja. Maar ook bedrijfsovernames en aandeelhoudersgeschillen, dat soort zaken. Ja. Dus jij probeert het ook wel, hè, qua arbeidsrecht ook meer te voorkomen, zeg maar, dat rechtenproces natuurlijk volgt. Ja. 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 Ja, dat is natuurlijk waar je als advocaat sowieso altijd wel mee bezig bent. Te kijken, weet je, niet... Kijk, soms kan je een procedure gebruiken als drukmiddel om te kijken om een probleem op te lossen. Maar eigenlijk probeer je een probleem niet door een rechter te laten oplossen. Want je probeert een inschatting te maken, maar het blijft altijd lastig. Het is geen exacte wetenschap. Nee. Daarbij heb je het kostenaspect. Want ja, procederen kost tijd, kost geld. Mm-hmm. Ja, daar zit je vaak niet op te wachten. Dus Snap ik. Is het goed om te kijken naar een pragmatische oplossing. Ja. En als ik kijk van waarom zou ik als ondernemer bij jullie moeten komen? Wat onderscheidt jullie van andere advocaten? Ja, zal ik? Ik doe de aftrap. Maar wat ik zelf heel prettig vind is als... dat kan ik in ieder geval als voorbeeld van vaste klanten zeggen. Dat ze weten dat ze mij gewoon kunnen bellen. En dat, om het even flauw te zeggen, dan niet gelijk de tikker gaat lopen. Ja. Nee, ik ga niet gelijk een paar minuten schrijven omdat iemand mij belt. Nee, ik wil eerst eventjes weten of ze verder kan helpen, want soms is het een, lees even mee met een briefje, ik voel aan mijn water dat het niet helemaal goed gaat, dus kijk alsjeblieft even mee, denk even mee. Mm-hmm. En dan kan je vaak iemand best op weg helpen, dat kost niet heel veel tijd en daar sturen wij ook echt geen rekening voor. Mm-hmm. Kijk, als je echt onderzoek moet gaan doen, in de literatuur, jurisprudentie gaan kijken van waar is het antwoord en wat vind ik er nou van? Dan moet je echt fors aan de slag en dan gaat het op een moment geld kosten. Maar dat vind ik echt wel een USP van ons. Mm-hmm. Je krijgt echt niet voor elk wisselwasje een rekening. Meteen een rekening. Als je even een vraag stelt per mail of wat dan ook. En of het dan in het weekend is of dat maakt dan niet zoveel uit. Nee, je zegt het weekend. Dat is op zich wel grappig. Pas geleden kwam een klant bij ons langs. En sterker nog, eigenlijk is de relatie van Nanne lag niet helemaal op zijn rechtsgebied. Toen zei hij, dan kan je even meekijken. En de klant belt gisteren, vandaag zitten we bij elkaar. Ja. En vervolgens lees ik mee, had ik iets meer tijd nodig. En zeg van, morgen bel ik je eventjes. En, maar morgen was zaterdag en op een gegeven moment had ik hem vrijdag aan de lijn en zei ik van, ik kom morgenochtend, zaterdagochtend even een kopje koffie bij je drinken, bespreek het even door. Ja. En, want er was nogal spoed bij, want maandag moest er iets gebeuren. Ja, precies, dat gebeurt natuurlijk. En dan zie je dan beweeg je een beetje mee en ik denk dat dat ook heel leuk is. Want dat maakt je vak als advocaat ook een stuk heel leuker. Ja, zeker. Ja. Dus je komt echt letterlijk bij de mensen thuis dan. Ja, precies. Ja. Aan de keukentafel. Ja, aan de keukentafel. Worden de dingen besproken. Ja. Ja. Nou, daar kan ik wel aan toevoegen dat je krijgt één van ons. Ja. En er is niet een inteken door iemand die het vak nog moet leren of van toeten nog blazen weet. Maar je krijgt meteen een van ons. Dus wij weten precies hoe en wat. Ja, precies. Zonder allerlei schijven ertussen. Dus we zijn direct benaderbaar. Iedereen heeft ons mobiele nummer en we zijn gewoon direct aanspreekbaar. Mm-hmm. En dat trekt mensen ook wel aan, denk ik. Dat denk ik ook. Ja zeker. Ja. Want anders krijg je inderdaad weer eerst iemand aan de telefoon. Die moet het weer doorpassen. Ja, als ondernemer of als particulier, als je een probleem hebt, dan wil je er op dat moment vanaf. Mm-hmm. Dan wil je graag even met iemand sparren. Ja. En hoe fijn is het dan als je dan even ons zou kunnen bellen om te vragen, wat moet ik er nou mee? Mm-hmm. En moet ik me echt zorgen over maken? Of valt het mee? Kan het nog even wachten? Kan ik van het weekend rustig slapen? Ja, dat is ook wel belangrijk, vind ik. En ook echt dat je het gevoel hebt dat iemand met je meedenkt en ook dicht bij je is. Hè? Zowel letterlijk als figuurlijk, denk ik. Want letterlijk in Muiden dan, in Nijmond. Ja. En figuurlijk dat je gewoon ook echt even zo kan bellen. Ja, ik zeg wel tegen klanten, die ik zeg van, nu is het mijn probleem en nu moet ik er wakker van liggen. Ja. Dat doe ik gelukkig niet, want daar ben ik voor getraind, zeg maar. Mm-hmm. Maar probeer het probleem bij mij op kantoor te laten liggen. En, ik snap ook wel dat niet altijd lukt. Nee, ontzorgen. Je probeert wel. Ja. Ja. Ja.
Hey, en ik had ook iets gelezen om bij jou voor het arbeidsrecht te komen. Iets over de groene arbeidsvoorwaarden las ik laatst ergens iets over. Maar wat houdt dat dan in? Dat is een opkomende trend. En dat houdt in dat werkgevers stimuleren om werknemers in hun privé situatie zich milieuvriendelijker te gedragen. Om maar vol te noemen, een bedrijf kan een incentive toekennen aan werknemers die niet het vliegtuig pakken op vakantie, maar met de trein gaan. Of in plaats van met de auto naar het werk komen, met de fiets komen. Ja. En dat kan bijvoorbeeld door het faciliteren van extra vakantiedagen of het geven van een bonus. En zo zijn allerlei dingen denkbaar. Dat is in ontwikkeling. Mm-hmm. Er zit nog wel een bottleneck, dat is de fiscaliteit. Want fiscaal gezien kan dat niet altijd op de juiste manier. Maar er zijn allerlei. Wat is dan? Nou, als dat soort beloningen in natura worden gegeven, dus niet extra dagen, maar op een andere manier, wordt dat snel als loon gezien. Okay. En moet er weer loonheffing over worden afgedragen. Ja. Mm-hmm. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen gaande om dat toch mogelijk te gaan maken. Dus dat is een trend die met name bij grote bedrijven is ingezet. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel bij het MKB aan de orde gaat komen. En je ziet het ook bij kleinere start-ups die heel erg met milieu en duurzaamheid bezig zijn. Ja. Want hoe is sinds wanneer is het eigenlijk zo gekomen? Nou, ik denk dat dat sinds een paar jaar, 2-3 jaar in opkomst is. Okay. En de grote bedrijven die nemen daarin het voortouw. Mm-hmm. En dat gaat steeds meer, gaat dat zijn beslag krijgen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Leuk, ja. Wat zijn er nog andere dingen als je kijkt naar het arbeidsrecht, zeg maar, waar jij op dit moment veel mee te maken hebt? Zijn er bepaalde thema's? Of nou, één thema wat veel om de hoek komt kijken is MeToo en onderzoek naar gedrag van medewerkers. Uh-huh. Daar lees je natuurlijk ook veel over in de publiciteit. Op landelijk niveau hebben we natuurlijk een aantal zaken gehad die spelen. Uh-huh. Bijvoorbeeld met The Voice of met onze voormalige Tweede Kamervoorzitter. Ja. En dan zie je dat onderzoeken nog niet altijd heel zorgvuldig worden uitgevoerd en dat er veel op aan te merken is. En dat hele MeToo-aspect, dat is wel een hot item voor veel werkgevers. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En daar moet iedereen ook weer zijn weg in vinden van dat de balans ook niet doorslaat. En dat daar ook een evenwicht in wordt bereikt van hoe ga je daar juridisch mee om. Ja, en ook om het te voorkomen, denk ik, dat je daar ook echt mee bezig bent. Zeker. Om, zeg maar, bepaalde protocollen misschien op te stellen. Van ja, zorgen voor een veilige werkcultuur. Ja. Ja, klopt. Mm-hmm. Ja. Ja, goed om te horen, ja. Ja. Ja, zo zijn er steeds weer spannende. En in jouw, op jouw gebied, is er nog iets speciaals? Nou, niet zozeer speciaal. Ze zijn vaak, kijk, er zijn vanuit het ondernemersrecht zijn heel vaak contracten belangrijk. Hè? Ja. Huurovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten, franchise, whatever. Dus je kijkt naar contracten en die ga je uiteindelijk op maat maken om te kijken, om te zorgen dat dat aan de wensen voldoet. En maar er zijn niet bepaalde trends waarvan ik nu zou zeggen van joh, dat is iets waar we nu mee bezig zijn. Kijk, wat ik altijd zie is dat mensen denken, of ondernemers denken, dat hun algemene voorwaarden wel op een overeenkomst van toepassing zijn. Maar dat ligt wel een stuk genuanceerder. En dat kan je op een hele makkelijke manier kan je dat wel in orde maken. En als ik dat zie bij relaties, dan zeg ik dat natuurlijk. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, kijk, algemene voorwaarden is wel iets technisch. Die moet je voor of bij het sluiten van overeenkomst ter hand stellen. Mm-hmm. Nou, ter hand stellen hoeft niet feitelijk. Dat mag ook met een linkje of met een pdfje in een e-mail. Of met een linkje, maar dan moet je wel op een landingspagina terechtkomen. Nou, dat is iets technisch, maar je moet eigenlijk als consument of als andere partij heel makkelijk toegang hebben tot een pdfje wat je kan opslaan en wat je verder kan gebruiken, wat je kan raadplegen later. En mensen denken van, nou, als het onderaan het briefpapier staat, dan is het wel goed. Nou, dat is niet dat zo. Is dus niet zo. Dus je moet altijd zorgen dat er bij een opdrachtbevestiging, dat het in die opdrachtbevestiging staat, dat algemene voorwaarden bijgesloten zijn, van toepassing zijn. Maar moet het echt bijgesloten zijn of mag je ook van zie algemene voorwaarden en dan verwijzen naar de website of zo? Dan begin je al op wat glad ijs te begeven. Ja. Je kan verwijzen naar een website, maar dat moet een landingspagina zijn. Van de algemene voorwaarden, ja. Ja, en dat betekent dus dat je met één klik moet je op die algemene voorwaarden zitten. Ja, ja. Twee keer klikken, je moet niet gaan zoeken, dat is het verhaal. Ja, dus daar moet je eigenlijk weg van blijven. Ja. Maar het is heel makkelijk om in je offerte te vermelden algemene voorwaarden van toepassing zijn en ook een linkje, gewoon een pdfje, bij die mail te sturen. Ja, dan ben je gewoon echt gedekt, zeg maar. Ja. En dan ben je er. Ja. Dus het
Het kan heel eenvoudig opgelost worden. Ja. En het voorkomt heel veel problemen. Maar je moet het wel weten. En dat is dus fijn als ik dan met jullie praat. Ja. Dan kom je wel eens echt wat te weten inderdaad. Ja, dankjewel. Het is fijn dat we een inkijkje mochten krijgen in jullie bedrijf. Nou, jij ook bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Alle afleveringen kunt u terugvinden op de YouTube-kanalen van OV Eimond en Eimond Nieuws. Tot de volgende keer.